beste kijkers, ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. En vandaag staan we net als waar we de vorige keer geëindigd waren, weet u nog, in dit geheime soort van level waar twee manen in verstopt zijn. En een aantal P-knoppen. En... Oh, wacht. We moeten dus... Voordat de tijd... Verstrijkt. Laten we eerst even kijken wat dit is. Ja. Ja. Oké. Moeten we dus die beelden op de P-knoppen zetten? We gaan even wat sneller. We doen eerst deze, want dan verschaft die ons de brug. Naar waar we de maan moeten vinden. Even kijken hoor. Wat is hier? Een hartje. Helemaal leuk. En wat zit er in deze kisten? Aha. Drie Goombas. En die P-knop, dinges, komt naar beneden. En nu gaat hij helemaal omhoog. We gaan niet naar de kamer. Oh, wacht even. Ik zie het al. Want we moeten namelijk eerst deze hierop zetten. Anders kunnen we namelijk überhaupt die beelden niet naar de andere kant krijgen. Dus nu, je kunt volgens mij gewoon staan op die spikes. Dus even. Ja. Dat kan. Maar. Oké, je moet hierdoor. Anders gaat het niet werken. Want je kunt namelijk niet ter hoogte springen van dat. Je kunt niet. Die sprong maken nu links naast ons. En de maan. Die. Verschijnt blijvend. Als we hierop gaan staan, denk ik. Maar ik heb geen P-knop nodig. Hoewel. Ja, ik heb hem. Oh, nee. Wat je namelijk moet doen is deze beelden moet je ook nog hier even plaatsen. Want je moet er tegenop een muur springen. Maar deze heb je dus nodig. Niet zozeer omdat je dan die brug vormt. Zodat je er overheen kan voor jezelf. Je kan er prima overheen springen. Maar je gaat er deze beelden niet mee naar de overkant brengen. Dus daarvoor heb je die brug nodig. En dan kan je gewoon zo. Sterker nog.
Je moet er zelfs overheen springen, want deze, die moet terug. Hierheen. Maar dat kan ook prima met een long jump. Dus dat is de geheime maan. En dat is de maan die je eigenlijk aan het eind van zulke soort levels altijd krijgt. En dus ook aan het eind van dit level. En we komen uit in een buis naast de buis die hier op het slagveld altijd is. Zodat je terug dat level in kan. Even kijken wat er in hier zit. Geen hartjes zoals in het echte slagveld. Misschien is dit... is er ook nog wel... ergens zo'n steen, net zoals in het bosrijk of in het watervallenrijk, waar ook een maan in zat. Ik zie hem nu alleen niet. Misschien zit er aan de achterkant hiervan nog iets. Race tegen de tijd hadden we al gedaan. Dat was namelijk deze. En het maakt me niet uit dat ik het nu nog even laat zien. Want we kijken ondertussen of er iets aan de rand zit. Terwijl we dan mijn pet terugkrijgen. Als de tijd voor de race tegen de klok over is. Maar er was er nog een apart iets. Toad had dat aangewezen. Even kijken of we daarop in kunnen zoomen. Volgens mij op de boog. Als ik het zo bekijk, is nog een maan. Maar volgens mij kun je vanaf het platform zelf niet op die boog komen. Dus dan moet dat via dit platform. Die konijnen hadden we ook al gevangen. Die ga ik niet nog een keer doen. Ja, zo kom je daar dus. En nou is de vraag. Zit die maan op de boog? Of erin? Hebben we ook al gezien. Even kijken wat de beste... plek is om het er naartoe te springen. Er zijn nog wel drie lokale munten, dat zie je wel. Bounce. En nu werd ik gehinderd door de Bowser vlag, maar dat lukt me wel. En moet je dat ding in de lava laten vallen? Of in het giftige water? Ik ben lava gewend in Bowser Battles. Maar hier is dan inderdaad een maan. Een maan om in te lijsten. Hoeveel? 66. Dus dat is, we moeten er nog best wel wat. Hé, hey, daar is ook nog een maan. Gaat wel hard zo. Naast de gifvijver... Hier is geen weg naar beneden. Die lanceert ons naar de andere kant. Nee, die lanceert ons terug naar de boog. Is hier nog iets? Ik zie het niet. Ik voel ook geen trillfunctie in werking. Dus we gaan maar proberen terug te komen naar het vasteland. En dat lukt. Met meer gemak dan ik dacht. En even kijken wat de token toen nog te zeggen heeft. Moet blijkbaar nog dichterbij gaan staan. Oké. Okay. Naar welk geheim ben je op zoek? 6 Jizo op een rij onder de grond.
Hé, hey, daar zie ik ook nog een maan in de poort. Moeten we even in een van deze beesten veranderen? Oh, die kunnen natuurlijk niet onder water. Dus hoe doen we dat? Eerst. Ja, die kunnen er natuurlijk wel gewoon overheen springen. Dan zo. Kunnen we dit veilig doen? Ja, net aan. Nou ja, veilig. Dat is jammer. Die moet even respawnen. De verborgen gang. Kunnen we nu terug naar boven? Veilig? Ja. We moeten echt elke zijkant checken, want je kunt natuurlijk aan de muren hangen. Hey, ik zie daar een Bowser-vlag. Die ik nog niet heb gepakt. En we zien weer de kist. Ik ben hier toch wel geweest? Ja, dit zijn de Brodos-slagvelden. Waar niks nieuws is verschenen. Jammer. Ik zie nog drie. Hoeveel zijn het er? Ik kan het vanaf hier niet zien, maar dat zijn. Ja, het zijn er inderdaad drie. Drie lokale munten. Ik zou graag willen weten wat er aan die achterkant is. Ik kan het nu niet zien. En vanaf het fort is het best ver. Misschien is er hier via de andere kant wel een weg. En dat er dan weer zo'n lanceerding staat. Zo'n lanceerder. Nou, zie ik nog niet. Meer geheime blokken? Of was dat ijdele hoop? Ik zie nog wel drie lokale munten daar bij de slotgracht. Kun je nagaan hoeveel je toch nog mist. Misschien zijn er aan de andere kant ook wel lokale munten. En we kunnen waarschijnlijk ook even met de verrekijker kijken wat er op die dingen is. Waarschijnlijk had ik dat beest helemaal niet nodig gehad. Want, ja, je kunt gewoon zo heen. 72, nog 28. Ik zie daar nog lokale munten. Leuk. Ah, oh, ik had het gehaald. Te veel voorwaarts momentum toen ik landde. Oké, we proberen het in één lange sprong. Nee. Oh, je kunt nog een salto doen? Dat wist ik niet. Ik dacht dat je niks meer kon doen nadat je had gebonkt. Na een bonk. Zo heet dat als je tegen een muur aan botst. Hé, hey, Lakitu.
Vissen in het giftige water. Waar zijn de vissen? Ik zie er een. We moeten op zoek naar de grote. Waar is de grote vis? Dit is geen doen, want dan schijnt de zon erin. Misschien komt hij vanzelf op me af. Wel onder de brug. 3 lokale munten. Aan de andere kant. Nog. Ja, daar is de grote. Kom maar, jongen. Ik weet dat je een maan hebt. Draai er maar niet omheen. Hallo? Iemand thuis? Ja, dank u. Dang it. Ik dacht ik haal hem voortijdig binnen, maar dat mislukte. Waar is die nu? Daar. Vis, 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 vis. Hé, hey, we hebben een zo'n beest gevonden. Vissen? Vraagteken in de vijver, want het was natuurlijk geen vis wat daar opdook. Nee, ik denk dat er niet meer zijn. Oké. Dat was makkelijker dan ik dacht. ...78. Hartje? Nee, oké. En wat is hier? Heel veel Spanisch. Oh, wacht. Die willen je natuurlijk het leven zuur maken als je hier omhoog probeert te klimmen. Ik weet niet wat daar is, maar we gaan erheen. En die was klem daar of zo. Eerst even kijken wat daar aan de hand is. Hebben we dit al gezien? Ja, dit hebben we al gezien. En deze sprong lijkt me haalbaar. Ik ga het nu nog niet uitproberen, maar op een manier moet het mogelijk zijn om daar... naar die zijjaartse of naar die zijtoren te springen, denk ik. Oké, hij is gerespawned, dat is mooi. Hij moet eerst even zijn pet erin gooien, zo. En dan plok. Steekpartij in Bowser's kasteel. Minstens 10 doden gevallen. Geen Nederlanders bij betrokken. Niet onder de slachtoffers althans. De dader, echter, werd indirect bestuurd door een Nederlander. Haha, lol. Dit zou wel eens kunnen leiden naar een ondergronds level. Of een schatkist. Kan ook. De schatkamer in Bowser's kasteel. Die is er natuurlijk altijd in een kasteel. Iemand of iets moet de schatten van de koning bewaren. Oké, en wat is hier langs de rand? Lokale munten nog. Nee, alleen muntenringen. Voor als we weer terug naar beneden zouden gaan. Kijken wat de talker toezegt nog. Waar zit 6 Gizo op een rij onder de grond? Ik denk dat we even hierheen moeten. Wacht even. Naar de warp ding ernaast. Souvenirwinkel. Het enige plekje van rust in dit rijk.
Dus je moet hier ook ergens op de onder de grond gaan. Kun je misschien een van die stenen vernietigen? Geen resultaat. Oh, wacht. Hier wel. Hey. Hoe groot is mijn marge? Ja, ik moet gewoon op de steen staan. Oké. Zet Jizo op een rij op een onder de grond. En Jizo, dat is dus gelijk het meervoud van Jizo. Misschien heeft de Talkatoe nog een hint voor ons. Die heeft eigenlijk altijd hints voor ons. Ik weet niet of hij ze al doorgeeft. Dat als je al door tegen hem blijft praten, dat je dan alle namen krijgt. Hadden we die buis al gehad? Ik kan het me niet herinneren. Hey, een hulpje van Captain Toad. Gebruik deze buis om naar huis te gaan. Wat? Oh. Huh? Oh, je bent weer bij de Odyssey. Oh, maar dat is vet. Want je kan nu gewoon vanuit de Odyssey naar hier. Gaaf. Op de poort van het middenfort. Oké, geef me dan gelijk maar een paar hints. De sleutel van de draaiende toren. Op de hoek van een metalen hek. Dat leek me een metalen hek, maar er zijn waarschijnlijk zoveel metalen hekken. En dus nu moeten we alle metalen hekken nakijken, denk ik. Hier zijn in ieder geval nog wel drie lokale munten. En zo'n. Ja, ook daar zijn al wel drie lokale munten die ik al heb gehaald. Oké, er opent een deur. Dat wist ik niet. Maar ja, je opent of je drukt op een knop, dus het slaat wel ergens op. En wat voor gebied is dit? Kunnen we hier op? Jawel, daar kunnen we wel op. Munten. Ik heb geen hoedje op. Uh-oh. Moet ik nu serieus alle kanten nagekijken? Om te kijken of niet ergens een geheime maan zit. Op de top van de draaiende toren. Nou. Even kijken of we nog ergens een maan hier onder zien. Want dit is waarschijnlijk de maan die je sowieso wel vindt. Vroeg of laat. Oh, kijk, de sleutel op de draaiende toren.
Maar dan moet hij ergens hier beneden zijn. Hier beneden. Oh. Je kunt dus niet straightforward op je controle houden. En dan ga je gewoon in die grot. Nee, zo werkt het niet. Oké, nog één keer dan. Yes. En nu hebben we natuurlijk hem weer om terug te keren. Oh, nou ja. Dat vond ik nou weer zwak. Is hij hier nog? Ik heb geen idee. Het spel kennende niet. Of wel. Want de maanstukjes blijven ook behouden. Dus ik denk dat als je de sleutel vindt... Nee, hij is er niet meer. Oké, de sleutel die moet je dus opnieuw halen. Als je afgaat. Nadat je de sleutel hebt verkregen. Maar niet de baan. En dan moet je weer... Ja, want het gaat natuurlijk om dat je jezelf ook weer omhoog moet werken. Alleen dat is natuurlijk het stomme. Want je bent dan heel ongeduldig. Je bent heel enthousiast om die baan te pakken. Maar... Ik hou niet zo van die smalle dingen. Smalle paadjes. Vooral niet als je je op een manier voortbeweegt die je niet zo vaak tegenkomt. Dan ben je er ook niet aan gewend. Dan ben je er hoogstwaarschijnlijk ook niet zo goed in. Oh nee. Oh. Doe me een lol. Wat de hel? Ik werd getrikt door een van die platformen die toevallig langs schoof. Oké, sleutel van de draaiende toren en dan kun je of zo naar beneden of via de buis. Maar de buis die gaat ook weer gelijk naar de buitenwereld, zeg maar. Waarschijnlijk. Oké, we gaan even naar het middenfort om daar de... De poortmaan te halen. Even kijken waar die poort dan is. Daar waarschijnlijk.
Je hoeft toch niet toevallig deze gast te verslaan? Nee, want dan opende die poort en dan had je die maan. Oké. Okay. Dus op de poort. Dus. Wat vloog daar in de lucht? Was dat een vonk? Als dat het enige was, dan was het minder dan interessant dan ik dacht. Toot ook weer even om een hint vragen. Want met die metalen hekken, ik weet niet of we daar veel mee kunnen. Misschien dit metalen hek. Dat is een muntje. De hoek van een metalen hek. De Odyssee heeft nog 8 maanden nodig. Oh, dus je had wel een zeker aantal nodig. Maar omdat we dachten dat we er al waren, werd dat niet uitgebeeld. Want we dachten, Mario en Cappy, dachten dat dat niet nodig zou zijn. Dat is dus het binnenfort, of het middenfort, wat? Nee, het binnenfort. Maar was het nou eigenlijk het middenfort of het binnenfort? Het lijkt zo op elkaar. Nee, het middenfort. Maar dit is het middenfort. En dit is het binnenfort. En ze zeggen middenfort. Wat de heck?
foutje in de game. Heb ik nog niet eerder gezien. Was me nog helemaal niet opgevallen dat je hierop kon. 87, we komen nu wel dichtbij. Het is op de rand waar we nu naartoe kijken. Oh, kijk. Hij is gewoon open en bloot. Ik dacht nog dat je nog een grondschok moest maken. Ergens een of andere plek. Maar nee, ik denk het niet. Oh, dit lijkt wel een mooie hoek voor een maan ook. Nope. En daar. Oké, ik ben geen koordanser, dus ik ga me niet op dat... Nope. Op de rand lopen. Hoek van een metalen hek. Het is zo vaag. Want in een kasteel als Bowser's kasteel zijn heel veel metalen hekken. Maar ik denk dat we daar voor vandaag niet verder, tenminste ik niet, voor vandaag niet verder over hoeven in te zitten. Want we gaan de aflevering afsluiten. Bedankt dat je keek naar deze video. Als je hem leuk vond, doe het duimpje omhoog. Heb je vragen of wil je je mening kwijt? Daarvoor is de reageersector hier beneden in het leven geroepen. Wil je de laatste updates en nog wat irrelevant, maar wel leuke content ontvangen? Zoals memes, speedrun trucjes, livestreams en onbezocht gebied zonder collectibles die je te doen voor het 100% van de game. Spring aan boord van de sociale mediabus en volg mijn Twitter, Twitch, Instagram en Snapchat. Abonneer je op mijn kanaal voor het vervolg van deze en een ruim assortiment aan andere let's plays door op de bubbel linksboven te klikken. Wil je nu verder kijken op mijn kanaal? Dan geef ik je 3 opties. Klik linksonder voor de meest recente upload. Klik rechtsonder voor de video die YouTube kiest voor jou. En klik rechtsboven voor de volgende video in deze serie. Mits die al gepubliceerd is uiteraard. Ik zie jullie bij mijn volgende video. Gegroet!